Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Geke Voortman. Ze is geboren in Gelselaar in de Achterhoek. En als kind was ze altijd bezig met lapjes, papier, stiften, kleurpotloden, klei, hout, metaal. En dat vind je terug in haar opleidingen. Docentopleiding handvaardigheid, textiele werkvormen en kunstgeschiedenis in Groningen. Bijscholing tot grafisch ontwerper met als specialisatie boekontwerp. Ze was jaren coördinator museumactiviteiten in het Groninger Museum en werkt als grafisch ontwerper. Zij omschrijft zichzelf als winkelier, grafisch ontwerper, boekontwerper, maker en blijmaker. En dat is al 3 jaar te zien in de Hoogstraat 22 in Alkmaar. Wat bedoel je met blijmaker? 21, sorry. Wat bedoel je met blijmaker? Ja, ik ben in de loop van de tijd gaan merken dat dingen, de spullen die ik maak, dat die anderen blij maken. En ik denk dat is ook waar ik naar op zoek ben als ik iets maak, als ik iets ontwerp. En een agenda heb ik lange tijd ontworpen, of een notitieboek, of een etui voor je bril of voor je pennen, dan kijk ik van, ja, wanneer is het goed? Wanneer zou het voor mij goed zijn? Waar moet het aan voldoen? En waar moet het aan voldoen? Voor mij moet het altijd praktisch en prachtig zijn. Dat is eigenlijk... Wat is er praktisch aan een brillenkoker? Vertel. Als je een bril draagt, dan moet je die af en toe kwijt. Hè? Als je wisselt van bril en zonnebril. Dus dan wil je die bril opbergen. En dat kan natuurlijk in een plastic dingetje. Maar je kan het ook van mooiere materialen maken. Ik heb een materiaal dat is papier wat je kan... bewerken als leer. Het is papier wat verstevigd is met latex. En daardoor kan je er tassen van maken, etuis. En ja, dat is gewoon een prachtig materiaal. En dan kan je daar echt hele mooie dingen van maken. Oh, maar nou begrijp ik het. Want jij doet veel met papier. Ja. Jij doet heel veel met papier. Dus vandaar dacht ik, wat is er dan prachtig aan een brillenkoker? Maar dat is duidelijk nu. Je hebt een winkel in de Hoogstraat, nummer 21 nog even. Nee, 22. Wel 22. Oh. Ja, maar ik stak net mijn vinger omhoog. Ja. Want je zei dat wij al 3 jaar in de Hoogstraat zitten. Maar we zitten daar pas vanaf september 2023. Oh, ja. Leuk. Ja, heel kort nog. Het is heel pril. Ja. Hoe zou je nou je winkel willen omschrijven? Het is een klein, charmant winkeltje. En wat ik van veel mensen hoor die binnenkomen, die zeggen, wat is dit nou voor winkel? Of mensen zeggen van, ik omring me graag met mooie spullen. Dus het is echt een winkel gericht op goed design, dingen die goed gemaakt zijn, die mooi zijn, die vaak ook duurzaam zijn. En dat kan nieuw zijn, maar het kan ook vintage zijn. We hebben vintage meubels, lampen, tafeltjes, stoelen. Dat is allemaal uit de jaren 50, 60. Vazen hebben we ook. En allemaal dingen die de sfeer in huis maken, zeg maar. Maar ook wat ook gebruiksvoorwerpen zijn. Ja, ja. En dan hebben we nieuwe dingen. Tassen, sieraden, dingen voor aan de muur. Ik heb, dat maak je zelf? Sommige dingen maak ik zelf. En ik koop ook in van andere grafisch ontwerpers of andere ontwerpers. En dan zoek ik juist... De mensen die kleinschalig werken, die mooie prints maken. En sommigen maken daar ansichtkaarten van, anderen om aan de muur te hangen. Of ik heb hier een doe-het-jezelf pakketje. Dat is een pakketje en daar maak je een prachtige bos papieren bloemen van. Wat leuk.
Nou, dat is natuurlijk een heel erg mooi cadeautje. Het is helemaal duurzaam gemaakt met papier wat klopt. Hè? Van hout is, wat vervangbaar is. En het is ook in de regio gemaakt. Dus het komt niet uit Azië hier naartoe. Maar echt allemaal duurzaam en mooi gemaakt. En als je kan het zelf in elkaar zetten. Het is eigenlijk heel makkelijk stap voor stap te doen. Heel leuk om te doen ook. En Je hebt er lang wat aan. Je hebt er heel lang wat aan, precies. Want zo'n bosje papieren bloemen, die gaan gewoon altijd mee. Heel lang mee. Ja, ja. Leuk. Maar je hebt nog iets gedaan. En dat heeft mijn aandacht getrokken. Ja. En dat is het boekje. Komt een vrouwenhart bij de dokter? Ja. Fascinerend onderwerp. Maar wat dreef jou om dat boekje te schrijven? Het is trouwens even een heel klein boekje hoor. Het is heel handzaam. Ja. Er staan tekeningetjes in. En het is zeer begrijpelijk. Dank je wel. Ja. Ik heb dat boekje. Ja, het is heel klein. Vaak weten mensen niet, dan heb ik al wel aangekondigd op LinkedIn of in mijn webshop van hoe klein het is. Maar dan ontvangen mensen het en dan zeggen ze, oh, ik wist niet dat het zo klein was. Dus het is echt piepklein. Maar het staat boordevol informatie. 28 pagina's over het vrouwenhart. Het onderwerp valt eigenlijk buiten mijn werkterrein, maar het maken van boeken is wel mijn werk. Ik heb vorig jaar zelf ontdekt dat ik een hartaandoening had. En daar ben ik achter gekomen doordat ik een hartinfarct kreeg. En ik heb daar vermoedelijk al 7 jaar met klachten rondgelopen, zonder dat ik wist dat die klachten bij een hartaandoening horen. En dat was een enorme schrik. En de grootste schrik voor mij was van hoe kan dat nu dat ik een hartinfarct krijg en dat ik al jaren deze klachten heb zonder dat ik weet dat dit hartklachten zijn. Ja. En daar ben ik over gaan lezen. En ja, het is bij vrouwen. Niet bij alle vrouwen, maar en ook niet bij alle hartaandoeningen, maar bij veel hartaandoeningen bij vrouwen is het zo dat het minder duidelijke klachten zijn dan het hartinfarct wat we kennen van het klassieke beeld van tv. Hè? Iemand grijpt naar zijn borst, valt te pletten en is nog wel of niet te redden. Hè? Dat is het beeld precies, wat je hebt van een hartinfarct. Ja. En je weet van linkerkant pijn en pijn op de borst. Pijn alsof, in de arm. Ja, pijn uitstralend naar de arm. En bij een infarct alsof er een olifant op je borst staat. Nou, dat had ik allemaal niet. En toch maar wat had jij dan? 7 jaar heb je ermee rondgelopen zonder het te weten. Je kan het beste omschrijven als een harnasgevoel. Hm? Een beklemmend gevoel op mijn bovenlijf. En dan niet alleen de voorkant, maar ook helemaal naar achteren, naar de rug trekkend. Naar mijn schouder toe, soms naar mijn nek. Zelfs helemaal aan de linkerkant, naar mijn zij. Schouder heeft een half jaar vastgezeten. Fysiotherapeut wist niet wat ze ermee moest. En achteraf is een groot deel daarvan hartklachten. Dat meen je niet? Ja. 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 Joh. Ja. Dat boekje, dat is heel belangrijk. Ja, ik heb toen ik aan het herstellen was van het hartinfarct, waar ik overigens redelijk goed uitgekomen ben, gelukkig. Toen ben ik erover gaan lezen en toen dacht ik van jeetje, wat ik net al zei, wat raar dat ik dit niet weet. En ja, eigenlijk de meeste vrouwen die denken dat ze weinig risico hebben op een hartaandoening. Ja, ja. Die zijn zich niet gewaar van dat ze misschien al mee lopen. Ja. Joh. Ja. Wat goed dat je dat boekje schreef. Ja. Ja. Hoe is het nou met je? Ja, het gaat goed. Maar goed betekent bij mij dan dat ik ondanks dat ik klachten heb, dat ik
van alles kan doen. Oké, gelukkig maar. En ja, het is bij mijn aandoening zo dat het in de kleine vaatjes zit en daar kunnen ze niet opereren. Je krijgt wel medicatie, dat helpt, maar dat helpt gedeeltelijk. En ja, voor de rest moet je ermee leven. En maar ja, dat deed ik al 7 jaar. Ja, precies. Maar nou weet je wat het is. Dus ik weet al dat ik af en toe een tandje lager moet doen. En dat ik niet een winkel moet gaan openen. En daar 7 dagen per week moet willen staan. En, als ik kleine projecten verzin voor mezelf, dan gaat het prima. Ja. Nou, dat lukt je vast. Ja. Ja, want ik las natuurlijk ook even iets over je carrière. En jij bent ook grafisch ontwerper, dus jij krijgt opdrachten. En dan had je 1 opdracht en daar voor die opdrachtgever ontwierp je een boek met 80 geïllustreerde kaarten. Ja, 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 dat vond ik geweldig. Ja. Vertel eens hoe dat in elkaar zit, want wat verwachtte die van je? Een boek? Er was een dame die was... business coach en ze had een behoorlijk lijvig manuscript. Dat wilde ze in eigen beheer uitgeven. Ik heb de vormgeving daarvoor gedaan. En dat is een mooi boek geworden, mooie cover met ook nog goud erin verwerkt. En nou, daar had ze een heel idee achter en dat heb ik dan, hebben we heel lang over gepraat en heb ik omgezet in schetsen en ideeën en dan kon zij de keuze maken en dan ging ik daarin verder op mijn ontwerp. En ze wilde de inhoud van het boek in beknopte vorm met illustraties weergeven. En dat hebben we in de vorm van 80 kaartjes gedaan. En wat wilde ze dan met die kaartjes doen? Die kun je dus gebruiken om die inhoud waar dat boek over ging. Dat ging over leiderschap. Die kaartjes die gaven dat de inhoud van het boek. Dus je hoefde niet dat hele lijvige boek te gaan zitten lezen, maar je kon in feite met die kaartjes de dingen eruit halen voor jou interessant waren. Precies. Of in een team gebruiken, of het ging dan over dingen van ben jij de leider of de leider en dan ene keer leider met lange ei en dan met korte ei. Ja. Wie heeft de touwtjes in handen? En daar heb ik dan een tekening bij gemaakt van een poppenspeler met heel zo'n marionettenpop. En ja, op die manier die dingen. Als je er een illustratie bij maakt, dan gaat het veel meer spreken. Ja. Ik heb hier een boekje, dat is het meest recente. De Mind van het padje. Dit is ook van een coach. En zij schrijft verhalen, korte verhaaltjes, waarin ze eigenlijk je een beetje prikkelt en op andere gedachten brengt. En dat doet ze op zo'n krachtige manier. En het zijn allemaal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. En je leest het en het is in de eerste plaats herken je de situaties van je staat bij een laadpaal. Nou ja, nu heb ik geen elektrische auto, maar zij dan wel. Je staat bij een laadpaal en je krijgt het ding niet aan de praat. En hoe nu verder? En hoe je daar dan heel druk over maakt. Ja. Maar dat je dan, als je eventjes weer een paar stappen terug doet, dat je dan denkt van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. En ik heb daar de illustraties bij gemaakt. Ja. En dat zijn allemaal padden. Padjes. De mind van het padje. Dus letterlijk padjes en padje. Ja, ja. Moet je luisteren. Je hebt het op een gegeven moment. We hebben het er al over gehad. Jij zoekt je kunst uit die je in je winkel plaatst. Veel bij grafisch ontwerpers natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat is de zeggingskracht van grafische vormgeving? Het zijn geen kleurentekeningen of schilderijen of wat dan ook. Het is een typisch grafische vormgeving. Ja, nou, grafische vormgeving is heel breed. Hè? Een boek is grafische vormgeving. Een poster. Eigenlijk
ja, alle druktechnieken, daar zit grafische vormgeving achter. Dus je komt het overal tegen, ook in het dagelijks leven, op straat, verkeersborden. Alles is grafisch vormgegeven. Ja, dat is zo. En het, ja, wat ik dan naar mijn winkel haal, dat zijn wel de dingen die... Of die je aan de muur hangt, of... Ja, maar wat is de zeggingskracht? Als ik nou zo dat boekje bekijk met die tekeningen, dan is het over het algemeen één lijn. En zijn het lijntekeningen? Het is, ja, in die zin... Kun je dan dat als typisch grafisch... Het kan veel meer lineair zijn, maar het kan ook in kleurvlakken. Hier heb je een oh ja, notitieboekje ja, ja, met een cover die helemaal in vlakken is opgedeeld. Dus het hoeft niet lineair te zijn. Hier een notitieboekje met een soort behangetje erop. Wat eigenlijk. Kijk, als je behang hebt met prints, dat zijn in feite is ook zo grafisch ontwerp. We kijken nooit weer hetzelfde naar een boek. Nee, precies. Dus het zit gewoon overal. En ik heb ook tassen in de winkel die ontworpen zijn door grafisch ontwerpers. En dat zie je er misschien niet direct aan af, maar ja, soms zie je het wel aan de print die ze gebruiken of een tekstregel of hele grote letters op een tas. Of, dat zijn allemaal grafische dingen en vooral ook dingen met tekst, hè, quotes, dat is nu heel erg... Ansichtkaart is vaak ook grafisch ontwerp, kan natuurlijk ook fotografisch zijn of kunst, maar vaak ook grafisch ontwerp, ja. Zag ik nou ergens dat je workshops geeft? Ik heb dat in het verleden gedaan in het Groningen Museum, maar dat is heel lang geleden. Ik heb nu het plan opgevat om workshops te gaan geven, maar dat ligt nog in de... Daar ben ik nog op aan het broeden, zeg maar. Dus ik kan je nog niet vragen wat je dan gaat doen? Ja, iets met papier. Oh, dat in elk geval. Ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag, maar die haal ik even naar voren. Waar koop je je papier? Maak je niet zelf, maar... Nou, ja. ik heb ansichtkaarten en prints van een ontwerpster die het zelf maakt. Oké. Okay. Zelf papier scheppen en dan heeft ze bijvoorbeeld... staat ook achterop die print, staat... Van welk papier het gemaakt is, kantoorpapier of van belastingenveloppen, dat is dan ook blauw. Dat vind ik heel speels. Ja, heel speels. Maar ze zoekt dat natuurlijk allemaal prachtig bij elkaar en dan maakt ze daar haar prenten op. Wat leuk. Ja, ja. Ja, want jij moet gewoon een andere soort papier gebruiken dan wij. Ja, dat hangt er een beetje van af. Kijk, als ik dingen ontwerp, die gaan vaak naar de drukker. Dus dan zoek ik samen... Ja, maar ik bedoel die agenda hoezen. Zeg maar even die hoezen die buitenkant en die brillenkokers ja, en die ja. etuis. Nee, dat haal ik van een speciale leverancier. Ja. Oké, okay, ja, dat moet daar zijn. Ja, dat komt in hele grote vellen. En Dus een workshops met papier. Ik zou zeggen, hou het even in de gaten. Oh, noem even je webshop. Dan kunnen, of je website. De winkel in de Hoogstraat heet Bij Wie. En, er zit ook een filosofie achter, hè? Ja, nou, filosofie, nou, ja, verhaaltje. Ja. Bij Wie is ontstaan omdat ik een webshop had. En mijn website heet Wie Maakt Het? Dat is mijn bedrijfsnaam ook. En van daaruit heb ik de winkel Bij Wie genoemd. En mijn man is aangehaakt met Vintage. En die heet dan op Instagram, heet hij Wie Vindt Het? Dus we zijn Wie Maakt Het en Wie Vindt Het? Ja. Ergens schrijf jij bijvoorbeeld ook, en dat hoor ik eigenlijk in heel veel dingen terug. Verwondering is zo belangrijk voor mij. Ja. Ja. Welke verwondering? Ja, dat kan alles zijn. Waar verwonder jij je over? Ja, alles. Niet nee, altijd dat is, overal. Dat is te breed. Kom op, vertel. Nou, ik loop 's ochtends buiten met mijn hondje en je ziet iets liggen. Of er zwemt een vuut met jonkjes op de rug. Of het kunnen hele simpele dingen zijn. En je merkt wel, tenminste ik wel, het verschil of je met je
hoofd bij je gedachten zit en bij wat moet ik allemaal doen vandaag. Of dat je je openstelt voor wat er om je heen gebeurt. Maar stel nou, ik neem even die fut, hè, want ik heb boekjes van je gekocht. En die hebben eigenlijk ook een beetje de kleur van het veren bekleed van de fut. Ja. Dan ga je naar huis. En wat doe je dan met die inbeelden die je opgenomen hebt? Doe je daar iets mee? Werken ze mee tot het inspireren van wat dan ook? Ja, zeker. Werkt altijd mee. Bijvoorbeeld hoe een prop papier ergens kan liggen. Wat wit papier, als je daar een prop van maakt en dan weer glad strijkt. Die kreukels, wat doet dat? Of de transparantie, wel of niet transparantie van papier. Als je tegen het licht houdt, wat zie je dan? En die dingen zie je gewoon dagelijks om je heen. Als je daar op let en voor open staat. En dat kun je vertalen in werk wat je maakt. En of je dat nu vertaalt achter de computer in een tekening. Of door dat toe te passen in een tas of een etui wat je maakt. Ja, dat kan allemaal. Ja, dat is een heel proces van allemaal stappen. Maar als jij een bepaald iets wil vangen, bijvoorbeeld die kreukels, dan kun je dat verder uitwerken in een soort papier die je kiest, in de kleur, in hoe je het in elkaar zet. En waar haal je die spreuken vandaan? Want op die notitieboekjes staan ook, ja, spreuken eigenlijk. Ja, eentje is van mijn moeder, maar dat is gewoon een... Die heeft zij ook niet zelf bedacht. Dat is gewoon een spreekwoord. Elke dag een draadje is een hemdsmouw in het jaar. Ja, die gebruikte zij vroeger wel. En als ik voor een grote klus sta, dan denk ik altijd van, nou ja, ergens een keer is het wel af. En elke dag een stukje en dat. Je haalt het overal vandaan of je... Ja, en dat heb ik ook wel vaak juist met wandelen 's ochtends, dat dan allerlei ideeën ontstaan. Je bent met een project bezig, maar het is niet zo van je gaat achter je werktafel of achter je computer zitten en hup, nu ontstaat het. Nee, je bent juist als je aan het stofzuigen bent of aan het wandelen bent, dan gaat het stromen en dan ontstaat er opeens iets. En wat doe je dan? Ik ken dat met het maken van gedichten. Ja. Die komen altijd op verkeerde momenten. Die woorden vallen dan in mijn hoofd en dan denk ik, ik zit in mijn auto, ik heb geen papier bij de hand. Ja, ik pak mijn iPhone en ik heb bij de notities heb ik heel veel mapjes. En als het heel snel moet, dan schrijf ik het snel op. Toch wel. Of ik onthoud me. Ga je je bed uit? Nou, 's nachts ontstaan die dingen meestal niet. Meestal slaap ik ook gelukkig. Nee, ik ga niet mijn bed uit. Oké. Okay. Nee, want ik heb ook wel geleerd van... Want soms heb ik heel veel energie of heel veel creatieve energie. En dan denk je, oh, ik moet alles opschrijven, ik moet alles onthouden. Maar zo werkt het eigenlijk helemaal niet. Want als je dat later terug gaat kijken, denk je, ja... Maar als je dan weer in een andere, minder optimistische bui bent, dan valt de helft al af. Ja. En als het echt goed is of als je er echt iets mee wil, dan onthoud je het ook wel. Ja. Ik vond het enig dat je er was. Ja, ik ook. En ik wil ook nog even eindigen met een prachtige uitspraak van jou. Vergeten niet te leven, dacht ik laatst. Dank je wel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.